varkentje. Hallo, ander lief varkentje. En hallo, lieve kijkers. Welkom. Welkom bij... Dit betekent map van de kijker. Sebastian edit er wat leuks van. Zo, map van de kijker. Vandaag ben ik hier weer met Robin en nog een Robin. Maar dan in een varkensvormpje. En we gaan de map van V-Hond Games 18, Z-Wolf Games en J-Hond Games 19 gaan wij spelen. Oeh, zo spannend! Hallo Walnoot en Robin Lintje. We hebben een nieuwe leuke map gemaakt. We hopen dat je hem leuk vindt. Bouwtijd met de T is 25 uur, 18 seconden en 20 minuten. We moeten 3 Among Us poppetjes zoeken en that's it. Oh, nou dat is makkelijk. Daar is er al 1. Nou, we hebben er al 1 gevonden. Nee, dat is denk ik een bijgame. Voordat deze video begint, bam! Abonneer even, jongens. En terwijl je dat doet, bam! Like even, want dit is hoeveel likes we gaan halen. Mijn editor Sebastian mag zelf bepalen hoeveel likes. En bam! Dit is... Mooi. Dit is mooi. Ik weet niet wat mijn editor hiervan maakt, maar dit is mooi. Level 11! Hoor ik bij level 11 te zijn, Robin? Ja. Ik denk het. Staat er ook echt. Oké, nou, de map van kikkers. We weten nooit wat we moeten doen. Hij is wel een 1.19 gemaakt, dus er zitten kikkertjes in. Hallo, kikkertjes. Hallo. Maar we zijn een beetje clueless, Robin. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik denk ik dat we het Among Us hoofd moeten zoeken, of niet? Ja, ik denk gewoon dat dit een parcours is van paddenstoelen. Parcours van paddenstoelen? Oh, natuurlijk is dit een parcours van paddenstoelen, Robin. Zeg dat dan eerder, joh. Ik vind de map van de kijkers wel altijd leuk om te doen. Ja, ik ook. Altijd leuk. Altijd een goede... Mensen maken altijd goede maps. Kijk, hier staat inderdaad een bordje. Plaats op de goldblok. Heb ik een lever. Oh, ze snappen het. Het is niet lever. Maar een lever. Alleen dan in een buttonvorm. Ze moeten nu de goldblok vinden. Ik weet niet waar de goldblok is. Maar... Ik ook niet. Laten we hem even zoeken. Terwijl wij de goldblok zoeken, jongens. Mogen jullie in de reacties alvast voor zometeen of nu... een cijfer achterlaten voor deze map. Dat vind ik leuk. Ik denk dat we dat voortaan wel moeten doen met de map van de kijker. Dat er ook dat zeggen we elke is. Keer? Nee, niet elke keer. Maar nu moet het echt Nee, in. Dat is niet waar. Ja, precies. Nu wel echt. Hier denk ik in. In het water en dan hierheen. En dan kom je hier uit. Ja, ik heb hem gevonden, Robin. Ik ben een goede speurtocht, meneer. Dag. Level Goed zo. 12. Hoezo begonnen we bij level 11? Moesten we niet bij ik level snap 1 het ook beginnen? Niet. Maakt niet uit. We zijn bij level 12, hey. Helemaal prima. Ik denk dat we hetzelfde moeten doen. Weer een button moeten vinden. Oeh, dat is lastig. Dit is een hele moeilijke, ja. Ik denk dat hier echt... Kijk, hier dat... Oh, Robin! Waar ben je... Oh. Waar? Ik ben ineens in een... Oh mijn god, waar ben ik beland? Wow. Oh. Hey! Oh, er ligt hier iemand de KSO-sig sponsor, Robin! Nee, dat Hij kan niet! De grond. Detective hoed. Detective hoed. Oh nee, wat is dit? Oh nee, wat is dit? Ah, doe de detective hoed op. Ik heb de detective hoed op. Dit moeten we aan de rest vertellen, anders zijn wij het nog geweest. Oh, wat zijn God. Wij geweest? De kaashosting sponsor is... Dit is een plot twist. Het was waarschijnlijk alsof we minigames moesten doen. Maar uiteindelijk bleek het gewoon één grote plot twist te zijn dat we hier... Oh, even later. Boter. Wie heet de boter? Mini is Destiny, Jessica. Robin, ze zijn er allemaal. Oude man. Deze mag ik wel. Oh nee, iedereen. Oh. De moord op kaas. Het ziet eruit dat iemand is vermoord. Gerard. Het ziet eruit dat iemand is vermoord. Nee, ah, dat meent je niet. Maar wie is dat dan geweest? Zeg boter, waarom weet hij boter? Ik zat onder een worstenbroodje te eten. Het is duidelijk, nee, Max en Robin. Dat zijn we helemaal niet. We hebben niks gedaan. Ja, we hebben hem gevonden, maar we hebben niks gedaan, Arthur. Nee, dat is niet waar. We hebben dat niet gedaan. Ja, dat is precies wat nee, ik zeg. Nee, inderdaad. Zwijg. Oh, sorry, Jezus. Zodra bij deze trein aankomt, zullen jullie opgepakt worden door de politie. Wat gebeurt er allemaal? We zijn ineens op de trein. Ik snap er niks van. Maar we zijn het toch hier geweest. Nee, worst. Worst. Zwijg met je. Dit is serieus. Waar gaat het over? Jessica gaat weg. Misselijk. Oh. Iedereen is weg. Robin, oh, wacht even. Laten nee. we even. Wacht, we moeten vinden wie het gedaan heeft, anders moeten wij de bak in. Anders worden we naar de gevangenis gebracht, Robin. Je ziet niks, hè, jij? Met je ogen. Ah. Oké, wacht even. Dus het ding is, jongens, even voor jullie kijkers. We waren waarschijnlijk een soort dingen aan het spelen. Level 11 en 12. Dat was om het een soort fake iets te laten lijken. En nu zijn we ineens in de trein en hebben we blijkbaar een moord gepleegd. Maar dat hebben we helemaal niet gedaan. En nu schreeuw ik. Wat is hier buiten? Laten we moeten even checken. Laten we eerst even wat kisten. Want ik heb hier wat broden. Kom naar de achterste wagon. Groetjes M. M. Staat hierin. M. Wie is M? Kom, we gaan naar de achterste wagon. Ja, naar het dak. Is er niet nog meer? Wat is voor en wat is achter? Dit is het dak. Dus dat is niet achter. Nee, oké. Laten we dan die kant op gaan. Ben je klaar om te kiezen wie het gedaan heeft? Oh, nee. Dat zijn we nog niet. Dat zijn we zeker nog niet. Hé, hey, Jessica ligt hier te slapen. Echt? Jessica!
Laat me met rust, laat moordenaars. We willen even wat vragen stellen alleen. We laten je met rust. Ja. We laten je met rust als je de beantwoordt. Wat zijn uw vragen? Wat heb je dat... we moeten dit opschrijven. Schrijf het op. Ik heb kaas met broodje. Nee, ze heeft met kaas een broodje gegeten. Niet terug. Jullie mij halen. Oké, wacht. Hij kwam... Jessica is met kaas een broodje gaan eten. Toen ging je naar het toilet. Oh, met kaas. Ja. Hij was mijn vriendje. Oh, was Kaas een vriendje van Jessica? Echt? Oh, we gaan weg. Ik vind het zielig. Laten we weggaan, hé. Ik vind het leuk. Laten we weg. Wat heb je opgeschreven? Kaas met broodje. Moest eigenlijk andersom zijn. Ze heeft een broodje gegeten met kaas. Kaas ging even naar het toilet, maar is niet meer teruggekomen. Oké, wacht. Kaas ging naar wc. Maar hij kwam niet meer terug. Kijk, dus Jessica is verdrietig daarom. Oké, maar... Hé, een boekje hier. Oké. Ik heb een boekje gevonden. Dag 1. Hallo lief dagboek. Vandaag ga ik met de trein naar Antarctica, maar het is daar heel koud. Dus ik neem veel dikke jassen mee. Dag 3. Ik zit nu al een dag op de trein. En ik vind het leuk hier. Maar er was wel een oude man die mijn worstenbroodje stal. Maar voor de rest was het leuk. Dag 4. Ik begin me hier thuis te voelen. Maar ik hoorde wel geschreeuw van achter in de trein. Dat vond ik een beetje eng. Oké, dus het kan niet. Nee, dat is dag 4. Wie is dit? Ik werd wakker met thee. En toen kwamen er 2 rende mensen die ik nog niet op de trein heb gezien. En toen vroegen ze of ik mee kon komen naar de 8e wagon. En wat ik daar zag, ga je niet geloven. Ik zag die ene die mijn worstenbroodje had gestolen. Dat is dus oude man, hè? En Kaas lag dood op de grond met bloed en rotte pataten. Maar toen moest ik meteen aan die gil denken die ik had gehoord. Maar mijn hoofd verdachte zijn denk Max en Robin. Hoezo wij? Max en Robin zitten iedereen te ondervragen en... Subus, ik ook nog naar het enige dat ik kan zeggen is dat er een gele schim met kaas naar achter in de trein liep. Maar Max is ook geel. Dus ik ben bang voor Max en Robin. Jij bent het. Ik ben het niet. Ik zie niet eens iets. Maar dat is onze detective hoed. Ik laat het dagboekje leggen terug. Nee, die neem ik mee. Ja, oké, laten we hier naartoe gaan. Oké, maar dat is wie was dit? Wie heeft dit geschreven, dit dagboek? Er ligt hier een totem. Ah, oké. Wat is dit? Dit zijn F-Font Games, Z-Font... Oh, abonneer op Blikforce. Altijd brengen ze dat terug. Ah, boter is hier. Boter is hier. Hashtag likje been. Hoi. Mogen we jou een vraagje stellen? Oké, is goed. Dan dat jij mij een boterklom brengt. Yum. Drop het voor mij. Oké, dus we moeten boter brengen. Zou dat die totem zijn? Zou de boter totem... Ik ga het even checken. Totem of undying. Is dit de boter, denk ik? Denk ik niet, hè? Nee, laten we nog heel even verder zoeken. Verder zoeken naar boter. Misschien dat we hier ergens de boter vinden. Ah, de keuken. Ik denk dat we hier wel boter kunnen vinden. Zullen we wachten met Ash praten? Die is ook echt aan het zingen. Ja. Kijk dit, wat leuk. Een microfoon. Wow. Ja, ik vind het echt leuk. Zet zeker even muziek op. Dat gaan we zo doen, maar ik wil eerst boter hebben. Dat gaan we zo doen. Ik wil eerst de boter vinden voor boter. Misschien lopen we nu wat te ver. Hier is een kist. Muffin en beer heb ik gevonden. Die neem ik ook mee. Oh, sinds wanneer kun je dit allemaal doen, zeg? Wat? Waar zijn we? Met van die banners. Zo'n tap kleedje. Oh, wat gaaf dit. Maar, hier is sowieso de boter. 100% in de keuken. 100% gaan we hier boter vinden. Tato, boterklont. Ja, ik heb een boterklont. Ah, mooi. Kom, laten we mee. Oké, waren we toch goed gelopen? We zijn toch goed gelopen. Nou, we waren in de keuken terechtgekomen. Sorry, Ash, we komen zo bij jouw zangkunst. We moeten eerst boter even ondervragen. Gooi het maar op de grond. Ik heb hem voor je boter. Hoppa. Oh, bedankt. Ik zal je nu je vragen beantwoorden. Top. Wat ik ga weer schrijven. Je laatste uur gedaan, boter? Vertel het ons. Boter heeft bier gedronken in de bar, Robin. Schrijf het op. Ja. Oké, volgende vraag. Waar heb je Kaas allerlaatst gezien? Als allerlaatst. Kaas had een papiertje in zijn hand en hij ging naar achter in de trein. Mag ik nu rustig mijn boter opeten? Ja, is goed, bye. Oké, Kaas had een papiertje in zijn hand en hij ging naar achter in de trein. Ja, achter in de trein. Oké, ik heb hem. Dan weten we dat en dan moeten we dus een papiertje vinden mogelijk. Hmm. Heeft hij niet een papiertje zelf, Kaas? Ik ga nog 1 keer naar het lijk toe, oké? Oké. Misschien heeft hij wel een papiertje daar liggen bij hem die we over het hoofd gezien hebben op de grond. Nou, er ligt alleen bloed. Oh! Was dat papiertje niet, kom naar de 8e wagon? Groetjes M. Ja, dat denk ik wel. Oh, en dit is de 8e wagon. Dit. Is de 8e wagon. Oftewel, M heeft hem hierheen gelokt. Hij had een papiertje. Kaas had sowieso een papiertje gekregen van M. Waarin stond, kom naar de 8e wagon. En daar is hij vermoord. En hij zag een gele schim die kant op lopen. Wie is M? En we moeten M nog tegenkomen misschien. Dit vind ik een goeie. We zijn eerst bij Ash. Eerst Ash. Even wat heeft ze te zeggen? Eerst muziek. Ja, laten we muziekje opzetten en dan ga ik om met te praten. Mag ik je iets vragen, Ash? Ik ga weer schrijven. Nee, ik zing kattengejank. Ash, je zingt vals. Zet even mijn muziek op, dat hebben we gedaan, Ash.
De muziek staat aan. De muziek staat al aan. Kijk, hou ik die muziek uit, Ash, want ik vind het lelijk. Ik vind het geen mooie muziek. Hé, hey, Among Us poppetje. Hé, hey, moeten we hem slopen of? Neem hem mee, neem hem mee. Misschien ja, die moesten we meenemen, toch? We moesten er drie vinden. Ja, oké, okay, dan hier heb ik worstenbroodje. Hé, hey, die moeten we sowieso aan Boten geven. Of aan oude man, weet ik nu al. Oude man, ja, en die staat hier voor. 100% aan de oude man geven. Hallo, oude man. Wat heeft hij te zeggen? Meneer, kunt u... Ik wil een worstenbroodje, Kate. Ja, maar... Nee! Oké, ik heb je worstenbroodje, geen zorgen. Wacht, ik drop hem wel. Hier. Oké, wacht. Hier. Alsjeblieft, we hebben je worstenbroodje. Oh, bedankt. Mogen je een vraag stellen? Ja, zeker! Wat heb je het laatste uur gedaan, ouwe man? Wat heb jij het laatste uur gedaan? Mijn worstenbroodje eten en zoeken en eten. En ik heb ook iemand zien weglopen van iemand anders en nog een worstenbroodje gegeten. Hoe zag die persoon eruit? Was hij geel? Had hij een gele schim? Hij had een grote rare ogen. Ja, dat ben ik! Nog iets? Ik heb toch grote rare ogen? Maar ik heb het niet gedaan. Ik hou van worstenbroodje. Oké, bye. Oké, oftewel. Max, ik vertrouw jou steeds meer niet. Hoezo? Ja, maar blijkbaar de hoofdverdachte begint met de M. Ik begin met de M. Hij was geel. Oh, wow. Die had ik nog niet echt bedacht. Hij heeft grote ogen. Mijn poppetje, als ik mijn dinges afdoe. Heeft grote ogen. Oftewel, ik ben al een hoofdverdachte. Ik zet mezelf bijna verdacht op het moment. Kijk eens. Persley hebben we hier. We hebben Mubbert, Mitty en Destiny. Mubbert. Oké, laten we kijken wat zij het zeggen hebben. Hey, kunnen jullie even een paar vragen stellen, jongens, hier? Zeker, jongeman. Waar zaten Ik ga weer schrijven. Het laatste uur, jongens. Ik en Mubbert zaten samen te luisteren naar het prachtige concert van jonge vrouw Esja. Maar dat was kattengejank, jongens. En Mubbert, jij nog vast... Kan jij dit vastleggen? Mubbert knikt. Mubbert die gaat akkoord met het... Mubbert is ook met een M. Mubbert. En hij durft niks te zeggen. Mubbert kan niet praten. Mijn excuses. Waarom kan Mubbert niet praten? Daarom heeft hij een briefje achtergelaten. Ja. Kaas, omdat hij niet kan praten. Mubbert knikt weer. Ja, Mubbert. We hebben je door. Oké, dan. Hebben jullie nog iets gezien in verband met de moord? Jongens. Ik heb opgemerkt dat het laatste wagon geen haar lag. Er lag geen haar. Geen haar lag? Huh? Dat is iets raar om te zeggen, maar oké, ja. Dat vind ik ook best vreemd, dat er geen haar lag. Gewoon haar? Gewoon haar, hoofdhaar? Ja, I guess er staat, hij had opgemerkt dat er in de laatste wagon geen haar lag. Ik dacht dat Kaas wel terug zou vechten. Er zou dan wel wat haar uitgetrokken. Denken jullie? Oh, dat is handig. Dus de ding is kaal. Ik ben ook kaal! Ik heb ook geen haar! Jongens, ik word telkens verdachter en verdachter. Er lag geen haar of er lag wel haar? Nee, geen haar. Dus je zou zeggen dat er haar uit de hoofd was getrokken, weet je? Iedereen heeft wel haar, behalve ik, Robin. Ik ook. Jawel, jij hebt ook ja, haar. Ja, ik ook. Oké, ja, Mitty en Destiny, wat hebben zij Mitty gezegd? Mitty is ook met een M. Hey dames, kunnen jullie een paar vragen stellen? Even zo heel kort. Wat hebben jullie het laatste uur gedaan voor de moord, jongens, dames bedoel ik? Wel, ik zat hier een boek te lezen. Mitty heb ik toen niet gezien. Hey, ga maar nou niet verdacht lijken. Ja, Mitty, je bent verdacht. Maar je hebt haar. Maar je begint wel met de M. Sorry, niet mijn bedoeling. Dus het kan Mitty of Mubbert zijn. Maar wat was jij aan het doen, Mitty? Wat was je aan het doen? Je zat op de wc. Geloven we dat, Robin? Nee. Voor een uur? Zat jij voor een uur op het toilet, Mitty? Problemen mee? Oh ja, sorry, we hebben vrouwenproblemen, denk ik, Robin. Ja, dat snappen wij niet. Natuurlijk heb ik er geen problemen mee. Zat waarschijnlijk een make-up te doen. Oké. Lara, bedankt voor de medewerking. Oké, Robin, ik heb nu al een constatering. Sommigen praten met ge. En weet ik veel, die praten een beetje Vlaams. Klopt dat? Het briefje achterin, die is Nederlands gesproken. Die is niet met ge. Dus die kunnen we al vrijstellen. Maar Mubbert ja, en Mitty zijn allebei verdacht. En Max. En Max, ik ben nog steeds verdacht. Hier, hoi Gerard. Gerard en Arthur. Zullen we met ze praten? Yes. Goedenacht, jongens. Mogen jullie wat vragen stellen over een moord op kaashosting? Nee, ga weg met je bebloede handen. Moordenaar. Oh, sorry hoor. Jezus. Oh, hij zat net ook al ons helemaal... We hebben het niet gedaan. We doen zelf ons best om te bewijzen dat we onschuldig zijn, jongens. Wij hebben het niet gedaan. Dat maakt me niets uit. Jullie zijn moordenaars. Ik blijf erbij. Arthur, die maakt ons wel heel verdacht. Ik snap het. Ik ben ook wel echt verdacht. Dan geef ik het zelf toe. Is er nog iets nuttigs, Arthur, wat je naast dat wil zeggen? Nee, ik ben met Arthur in dit. Ga jullie vieze koppen maar ergens anders tonen. Maar... Robin, ik denk dat we weg moeten. Ze willen niet met ik denk praten. Het ook. Steek zijn hand op om jullie te blokkeren. Oké, nee, duidelijk. Nou, doe je, Arthur. Stik het dan maar in, Gerard en Arthur. Hé, sukkels. We gaan wel zelf de moord oplossen. Hey, we zijn bijna bij de machinekamer, denk ik. Mogen je alsjeblieft wat vragen stellen, Bob? Echt waar. We hebben iedereen al gehad, maar jou nog niet. Nu niet ik diamond zoek. Ik denk dat we een diamond moeten zoeken. Het duurt niet zo lang, hoor. Bla, bla, bla. Ik diamond zoek. Laat me met rust. Oké, we gaan helpen, Bob. Ik help je even met je diamond zoeken. Misschien is de diamond niet hier. Ik denk het niet. Laten we één... Oh. Alleen personeel. Gevaarlijk. Gat in het dak. Oh, dus dan moeten we via de andere kant via het dak, Robin. En dan komen we daar terecht. Echt een boekje. Tip, tip, tip. Oh, dit is een tip. Die wil ik nog niet.
We willen nog geen tip, toch? Nee, zeker niet. Nee, maar ik weet dat dit gaat waarschijnlijk over dat we via de achterkant het dak op moeten. Dat weet ik al. Dat had ik gezien aan het begin. Ja, dat denk ik ook. Maar we moeten eerst die diamond hebben, want we moeten eerst de informatie van hem krijgen. Ik ga eentje terug. Oké, we gaan even zoeken. A few moments later. Nou, ik heb de diamond, kunnen we niet snel vinden nu. Laten we dan in ieder geval, misschien dat hij wel in de cockpit, weet ik hoe dat heet, daar voor in de trein ligt. In de wagon. Grote wagon aan de voorkant, weet je. Ja, anders zou ik het ook niet weten. Misschien dat hij dat daar ligt. Dus laten we in ieder geval naar het dak gaan, hier. Oh, ik ben op het dak. Oh mijn god. Robin, dit is zo cool. Kom je ja? mee? Ja, maar het is nuttige informatie, denk ik. Ja, maar ik denk, zeg maar, misschien dat we wel daar nog meer nuttige informatie vinden. En ik zie een Among Us poppetje. Ik ga hem gewoon brood geven. Kijken of hij daarmee eens is. Wacht. Ik pak eerst dat Among Us poppetje hier. Laat mij eerst even in de cockpit kijken daarbovenin. Ik weet dat het geen cockpit is, maar ik weet dat het dakstuk is. Dus daar kunnen we in, via hier, in het gat springen. Hoppa! Robin, ik zit bovenin, voorin. Oh, nee toch. Even kijken wat ik hier te doen heb. Misschien is daar wel een diamond. Conducteur is hier. Ja, daarom. Ja, die is hier. Kijk! Ik heb dat meen je niet. Diamond, hoppakee. En laat ik even met de deur niet openmaken. Hé, hey, jullie horen hier niet te zijn. Het spijt me. We hebben wat vragen over de moord, conducteur. Welke moord hebt gij het over? Snotteraken? Snotteraken? Hoezo weten jullie het niet? Kaas is vermoord. Iedereen geeft ons de schuld. Ja, ah, maak je toch geen zorgen. Hoe erg kan het zijn? Geef mij het lichaam, maar hier die stook over. Lossen mijn problemen af. Ah, jezus, wat is hij? Duister. Jezus. Gast, hij wil hem gewoon hierin gooien. Hallo? Conducteur, wat deed jij wel goed in je kop of zo? Nu gewecht zijn voor dat echte probleem krijgt. Oh, ik moet weg, Robin. Ik moet weg hier. Ik neem die lever mee, oké? En dan ga ik zo. Hey. De deur is nu open. Zo, hoppakee. Ik heb de diamond. Die gaan we Bob geven. Alsjeblieft, Bob. Hier is een diamond. Ga je nu onze vragen beantwoorden, Bob? Ga je opschrijven? Ja, ik ga opschrijven. We hadden helemaal niks aan de conducteur. Dat is gewoon een maniak. Oh, bedankt. Bob pakt de diamond af. Ja, alsjeblieft, Bob. Geen zorgen. Alsjeblieft, Bob. Beantwoord onze vragen. Staart naar de diamond in verwondering. Kijk, de kop ook. Diamond. Hallo, Bob. Hoor je ons? Aarde aan Bob. Hij reageert niet meer. Bob is helemaal in trance met de diamond, Robin. Jeetje. Bob, alsjeblieft. Oké, dit is dus gewoon het. Oké, ja, dit is het, denk ik. Ik denk dat we nu moeten gaan kijken. We hebben met iedereen gepraat. De enige die dus niet wilde praten waren die twee mannen. En waar we uiteindelijk ook niks gehad aan hebben was... Bob. Nee, die vrouw, die zanger. Ja. Die zangster, die hebben we ook niks aan gehad. Mag ik iets vragen? Ja, tuurlijk. Ja, maar deze zegt ook gewoon niks. Dat punt. Nee, oké. Nu moeten we dus gaan beslissen wie het was. Nou moeten we naar de slaapkamer van Jessica. En daar kunnen we klaar om te kiezen wie het heeft gedaan. Maar laten we... Oké, kan jij even alle... We missen trouwens één hoofd nog, hè? Ja, maar die komt misschien ook nog wel in het volgende gedeelte. Mogelijk, we weten niet of we nog langer door moeten, nee, natuurlijk. Nee, oké. Maar wie verdenken we nu? Naast mij. Die vrouw op de wc. Ja. En die andere, want het was... Kom Muppert. Naar de achtste wagon, groetjes M. Maar wat waren die aan het doen? Wat was hun alibis? Van wie? Van Muppert en... Muppert kan niet praten. Oké. Die was samen met muziek aan het luisteren van Ash. Ja. En die andere, die Midni, die zat een uur lang op de wc. Twijfelachtig. Die Midni zat een uur lang op de wc. Weten we waar het toilet is? Is er wel een toilet? Nee. Hmm. Er is geen wc. Er is niet eens een wc. Iemand had iets over een gele schim die ze gezien hebben. Ja, maar dat kan ook kaas zelf zijn. Ja, dat kan kaas zelf zijn. Maar wat zei dinges hier ook alweer? Boter. Boter, die heeft bier gedronken in de bar. Ja. En toen zag hij kaas lopen met een papiertje in zijn hand. Oké. En dat was dus... Die liep naar de achterste wagon toen hij in de bar zat. Ja. En dit is de bar, denk ik, hier. Ja. Waar ik nu ben. Dus die kwam hier vandaan. En wie muziek aan het luisteren waren en zo, dat waren Presley en Mubbert. Dus die waren al eentje daarvoor. Die waren al helemaal daar, weet je? Ja. Die waren hier. Waardoor... Oh, dit is de bar hier. Oh, dus ze zaten hier alle drie. Ja, ze zaten hier mogelijk alle drie. Ik denk dat we naar de volgende ruimte moeten. Ik denk dat er nog meer is. Nee, maar er staat als je klaar bent. Ze kan niet meer terug. Nee, maar hier hebben we alles gehad. Ja, laten we maar verder gaan. Oké, komt-ie. Oh, Max, Robin. Eén van ons heeft het gedaan, of niet? Huh? Dan ben jij het. Wat een lijpe ruimte dit. Waar zijn we? Huh? Oh, ik zie de jij muren bent wel. Het. Laat maar. Nee, hoezo zou ik het zijn? Ja, logisch. Het ging over gekke grote ogen. Kaal, gele schim... M. Ja, maar ik weet het niet. Ik heb het echt niet gedaan. Ja, maar welk bewijs gaat er naar mij? Ja, helemaal niks. Er gaat alleen maar bewijs naar mij. Dat is logisch. Nou, dan is het klaar, toch? Ik dacht dat het gewoon ging over een random guy, maar het ging over ons twee of zo. Maar dan, ja, dan stemmen we op mij. Dan heb ik het gedaan. Zou ik zelf stemmen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Huh?
Wat is dit? Oh mijn god. Robin, zie je dit ook? Oh wacht, moet ik nu ook komen? Ja, ik moet ook komen. Oh mijn god, Robin. Robin. Nee, wat ik moet dit? Gaan kiezen, denk ik. Jij moet kiezen. Oh, schiet de goede dood. Nee, Robin. Alsjeblieft. We waren samen detectives. We waren samen detectives. Het is Muppert. Muppert kan niet praten. Ik ben het niet. Het is Muppert. Kijk hem staan. Het is Muppert. Ik ben het niet. Echt. Muppert, Robin, alsjeblieft, een smekertje. Schiet Muppert dood, niet mij. Maar je was net ook al van, oké, nou dan ben ik het. Nee, ik ben het niet. Ik heb niks gedaan. Ik geloof het. Je was bij me al die tijd. Ik ben je alibi. Jij bent mijn alibi. Ik ga het rijtje af. Wacht, boter heeft grote ogen. Ja, maar Nee. Boter heeft grote ogen. Ja, maar hij heeft haar. Dat is een pruik. En hier... Jij hebt geen haar. Jij hebt grote ogen. Muppert. Jij heet M. Hij heet Boter, heet toch geen M? Hij denkt, Boter. Ik weet het niet. Ik ga ze allemaal af. Pursley, muziek luisteren. Muppert kan niet praten. Conducteur is gewoon een weirdo. Jessica is haar vriendje kwijt. Ash kan niet zingen. Oude man wil alleen maar worstenbroodjes. Hoofdverdachte. Bob kan alleen maar naar Diamonds kijken. Arthur is boos op ons. Midney. Wat was er met Midney ook alweer? Weet ik niet. Midney zat op het toilet heel lang. Midney een uur lang op de wc. Ook verdachte. Boter. Boter. Destiny. Wat had Destiny? Weet ze had niet. Een boek te lezen. Ja, maar ik ben en zij niet. Heeft Midney Gerard niet gezien. Wil... En Gerard wil niet praten. Jawel. Maar ik ben het niet, Robin. Alsjeblieft, doe het niet. Robin, doe het niet. Ik weet het niet. Oké, doe het maar gewoon dan. Ik denk dat ik het ben. Ik denk of ook dat is ik Midney. Het ben. Oké, jij bent het. Ah! Juist! Was het goed? 2 weken later. Waar ben jij? Ik ben je ziel op begraafplaats. Ik ben op de begraafplaats. Oh mijn god, Robin, het slaaf van Max. Slaaf van Max, van level 10. Rip. Oh, kaas. Kaas. Rip. Rip. Gast, dit is hoeveel jaar later? 2 weken later dit. Ja. Oh mijn god. Ah, hier ligt Max. Walnut het graf doodgeschoten door zijn slaaf. Nee. Kom jongens, poppertje. Pak hem. Hebben ze allemaal dan? Ja, ik heb er 2. Wacht. Ik kan niks droppen, maar ik had de laatste. Oké, nou, wij hebben ze alle 3 gevonden. Oh, dus. Ik lig hier in mijn graf gewoon. Wow. En hier is een knop. Einde. Gast? Wow. Wat was dit een lijpe map. Echt waar. Ik denk, jongens, oprecht. Dit is denk ik nummer 1 map die we ooit gekregen hebben van... Ja, 100%. Van de dinges. Gewoon puur omdat er zo'n goed verhaal aan zat. Als in, wauw. Dit is en uiteindelijk by far mijn favoriete map. Uiteindelijk zo'n cliché einde, maar zo eigenlijk ook weer niet verwacht. Juist, maar uiteindelijk ook weer wel. Met de begraafplaats en het begon met heel raar level 11. Dat we dachten, oké, wat is dit, level 12? Gaat het wel goed? En ineens waren we in de trein en begon het hele scenario. Oh wacht, zijn we vorige keer niet geëindigd op level 10 in zijn vorige map? Oh ja, natuurlijk. Ja. Absoluut. Gast, J-Hond Games, F-Hond Games en Z-Wolf Games, maak alsjeblieft nog meer maps. Alsjeblieft, ik smeek het jullie. Ik vind jullie maps zo leuk. Dit zijn zulke goede games, dit om te spelen. Gewoon zoals dit. En het maakt niet uit dat het dan wat langer duurt. Ook al duren jullie nu 2 weken over een map. Als jullie bijvoorbeeld iets in elkaar kunnen zetten wat nog groter is, wat nog meer brein nodig heeft dan dit, dat zou fantastisch zijn. Laat het nu vooral in de reacties weten, jongens, wat jullie van deze map vonden. Voor mij krijgt het echt een dikke 10. Gewoon, het krijgt echt een 10. Ja, voor mij ook. Voor mij ook. Was steeds lijp. Even de laatste bordjes. Abonneer nu. Bedankt voor het spelen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en verwarrend. Dat was het zeker. De kijkers mogen net als de vorige keer een score achterlaten. Ja. En er komt misschien een deel 3. Alsjeblieft, niet eens misschien. Laat alsjeblieft een deel 3 maken, jongens. Ik smeek het. Dikke shout-out naar Verre, naar Jelmer en 3 vraagtekens, oftewel Z-Wolf Games, de mysterieuze derde mapmaker. En nou voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Kijk lekker het vorige map van een kijken deel van F-Hond Games, J-Hond Games en Z-Wolf Games. Want die hebben de vorige gemaakt en dat is ook een hele leuke map. En nu spreek ik laatst glaasje water, 4 flesje bier, tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, doei!